De Piratenpartij is een geuzennaam waar we trots op zijn. Het label Piraat wordt altijd al gedrukt op groepen mensen die zich verzetten tegen monopolies. De Piratenpartij komt op voor de rechten van mensen en legt zich niet neer bij de macht van grote bedrijven en overheden. De Piratenpartij is de eerste echte Europese partij. We hebben al meerdere zetels in het Europese parlement vanuit verschillende landen en zijn nu zelfs de grootste partij in Tsjechië. De Piratenpartij heeft een uitgebreid verkiezingsprogramma met allerlei goede ideeën over een eerlijkere, duurzame economie, betere zorg, beter onderwijs, een minister van Digitale Zaken en zelfs over ruimtevaart. Wat mij zo aanspreekt aan de Piratenpartij, als muzikant, als ZZP'er en als iemand die al zijn leven lang in een rolstoel zit, is de open en vrije manier waarop de Piratenpartij zoekt naar oplossingen om de wereld toegankelijker te maken voor iedereen. Als ZZP'er ben ik gewoon heel erg blij met de Piratenpartij. Zij bieden mij nou het stukje bestaanszekerheid wat ik nodig heb om te kunnen ondernemen in tijden van crisis en onzekerheid, maar ook wanneer ik ziek ben. Dat doen ze in de vorm van een basisinkomen. De jeugdzorg luistert naar de ouders en hun kinderen. De Piratenpartij wil dat oplossen door de mens centraal te stellen en niet het systeem. Als wetenschapper in kunstmatige intelligentie werk ik al 10 jaar aan bescherming tegen discriminerende algoritmes. Als de Piratenpartij het voor het zeggen had gehad, was die hele klopjacht op bijstandsgerechtigden en het hele toeslagenschandaal nooit ontstaan. Pak het fraudegeld toch waar het zit, bij grote bedrijven. Men zegt dat je voor een dubbeltje nooit een kwartje kunt worden. Maar bij de Piratenpartij vinden ze dat van wel. De schulden door het leenstelsel zorgen voor grote problemen. Studeren moet ook mogelijk zijn voor mensen zonder rijke ouders. De Piratenpartij wil het leenstelsel afschaffen en compensatie voor de mensen die nu al schulden hebben. De Piratenpartij wil af van marktwerking in de zorg. Meer vertrouwen in de intrinsieke motivatie van de zorgverlener leidt tot minder bureaucratie. Daarmee houden we meer tijd over voor de zorg voor de patiënt. De Piratenpartij staat klaar om de beta's en de ICT'ers voor de Tweede Kamer te leveren. Experts erkennen de deskundigheid en de oplossingen van de Piratenpartij. Het technologiebeleid van de Piratenpartij kwam al vaak als beste uit de bus. Ook ons beleid voor cannabis is als beste beoordeeld. Daarnaast heeft de Piratenpartij ook het beste programma om zekerheid te bieden voor ZZP'ers en flexwerkers. De Piratenpartij is socialer dan de SP, liberaler dan de VVD, democratischer dan D66 en als je goed kijkt eigenlijk ook groener dan GroenLinks. De Piratenpartij heeft als enige partij de technische kennis in huis om de juiste vragen te stellen, de maatschappelijke gevolgen te doorzien en met de slimste oplossingen te komen. Stem Piratenpartij. Stemlijst 19. Ik ben Piraat.